Hoi, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag hebben we voor jullie de voorbereiding voor het wilde varken. En voor degenen die niet weten wat het wilde varken is, dat is een heel erg grote wedstrijd waar ik ga rijden met Mojito. En ja, ik vind het heel bijzonder dat ik deze wedstrijd nu mag rijden. En ik zal aan jullie uitleggen waarom later. Maar als je nou benieuwd bent waarom, blijf dan kijken. En in deze video heb ik dus voor jullie de voorbereidingen daarvoor. Nou, zoals ik al zei, heb ik in deze video voor jullie de voorbereidingen voor het wilde varken. Dus ik ga jullie meenemen hoe ik mijn spullen in ga vetten en Mojito schoon gaan maken. Mojito is aardig vies, zoals jullie vast wel in de laatste video ook gezien hebben. Waarbij die hele vieze voetjes heeft. Dus dat moet hoog nodig gebeuren. En ja, zoals ik al zei, is het wilde varken dus best wel een hele grote gezellige wedstrijd. Die plaatsvindt in Voorthuizen, dat is heel dicht bij mij in de buurt. En vroeger heette het wilde varken het Gouden Ei. En toen werd het ook nog in het plaats gehouden waar ik woon. En dat was een hele grote markthal. En daar ging eigenlijk iedereen heen, of die nou van paarden hield of niet. Daar ging iedereen kijken. Maar het Gouden Ei heeft nu een andere naam gekregen en een andere locatie. Het wilde varken heet het dus nu. En vroeger ging ik altijd met mijn opa naar het Gouden Ei toe. En toen was ik echt nog zo'n klein meisje die alleen een beetje rondhobbelde op een pony. En toen zei ik tegen mijn opa, ooit zal ik hier rijden. Ooit gaat het gebeuren dat ik hier rijd. En hij zei, ja, dat moeten we nog maar zien en zo. En ja, zelf geloofde ik het ook niet. En dit is dus het eerste jaar dat ik er echt ga rijden. En ja, ik heb er onwijs veel zin in. En het is ook een best wel een andere wedstrijd dan de normale wedstrijd. Want de meeste wedstrijden is gewoon 2 rondjes klaar. En dat is bij deze wedstrijd niet zo. Het is, je hebt eerst, als ik daar aankom vanavond, die wedstrijd. Het is sowieso wel raar dat het is op een doordeweekse dag, want het is vandaag woensdag. En ik heb dus op woensdag die wedstrijd. En ik heb het 's avonds vrij laat moeten rijden. Want mijn eerste rondje rijd ik waarschijnlijk rond, ja, ik denk rond 7:30, 8 zoiets. En daar vooraf moet ik dus parcours lopen. En het eerste rondje is een klassiek parcours, dus een gewoon parcours. En als ik die foutloos ben, ga ik gelijk met ingebouwde braasje erachteraan. Dan zit er tussen mijn eerste en mijn tweede rondje zit er waarschijnlijk bijna 2 uur tussen. Dus Mojito gaat dan weer eventjes op de trailer. En dan moet ik weer parcours lopen. Want dan heb je namelijk progressief. En progressief is volgens mij, als ik het goed zeg, niet voor puntentelling. Maar dat weet ik niet zeker. Maar progressief, dat is heel anders dan normaal parcours te springen. Het is wel een parcours van ongeveer 8 à 9 hindernissen. En het werkt dan zo. Als je hindernis 1 eraf gooit, dan heb je 1 strafpunt. Gooi je hindernis 5 eraf, dan heb je 5 strafpunten. En gooi je hindernis 9 eraf, dan heb je 9 strafpunten. En je begint dus ook het makkelijkste. Hindernis 1 is het makkelijkste. En ze worden ook steeds lastiger, die hindernissen. En ik heb zelf nog nooit progressief gedaan. En dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. En ik hoop dat Mojito het een beetje goed gaat doen. En ja, ik moet dus ook 2 keer parcours lopen. Wat ik best wel gek vind. Want normaal is natuurlijk altijd 1 keer parcours lopen en dan klaar. En het is dus 's avonds best wel laat. Want mijn tweede parcours gok ik dus dat ik rond, ja, rond 9 uur zal rijden ongeveer. Ja, dus ik ben best wel een beetje benieuwd hoe dat zal gaan. En er komen heel veel mensen naar me kijken, wat ik ook heel erg leuk vind. Want nou ja, mijn ouders en mijn zusje gaan dan mee. Die gaan bijna altijd mee. Dan gaat mijn vriendin Denise gaat mee. En eventjes kijken, mijn opa en oma komen kijken. Niet de opa met wie ik toen naar het Gouden Ei ben geweest, maar mijn andere opa en oma. Dan komen er heel veel mensen uit mijn moeders paardrijdgroep komen kijken, want wij waren hier gisteravond met mijn moeder dat les. En toen zei ze, oh, hoe laat moet je? En toen zei ik, ja, ongeveer zo en zo laat. En toen zaten ze allemaal, oh, leuk. Dus ze komen, als het goed is, komen er heel veel mensen om te kijken. Dus dat vind ik ook heel gezellig. En ik ga gewoon mijn best doen en dan ga ik het wel zien. En als je goed rijdt, dan kun je kwalificeren voor de finale. En de finale is vrijdagavond. Alleen, nou heb ik weer het ongeluk dat stel ik selecteer me voor de finale, kan ik hem alsnog niet rijden. Want ik heb vrijdagavond een theatervoorstelling en daar kon ik echt niet onderuit komen. En ja, ik vind dat ook gewoon, want dan kan die hele theatervoorstelling niet door mij doorgaan. En deze stond nou gewoon al langer gepland dan het wilde varken. Maar goed, ik ga alsnog gewoon heel erg hard mijn best doen. En ik start dus in de L. Maar daarover allemaal meer info in de volgende video. Want in deze video ga ik dus mijn spullen schoonmaken en dat ga ik met mijn moeder doen. En daarna gaan we eerst onze spullen schoonmaken en daarna gaan we Mojito doen. Zoals ik al zei, gaan we dus vandaag het invetten allemaal. En ik heb mijn zadel en mijn hoofdstel hangt daarvoor allemaal zo netjes opgehangen. En hier achter mijn springstuk, want dat is echt super makkelijk. Want het is zo op de poetsplaat en dan zitten van die planken. En dan kun je dus echt super mooi ophangen. Dus dat is heel handig, want mijn moeder zei eerst, ja, doe het gewoon thuis. En toen dacht ik, nee, want het is eigenlijk veel handiger om op stal te doen. En dan nemen we, want
ik heb liever dat ik al mijn spullen straks gelijk in uit kan gooien voor de wedstrijd. En dat ik ze eerst binnen huis moet nemen en dan daar moet schoonmaken. En dan, ja, dat is gewoon onhandig. Dus ik heb een tasje meegenomen waar al het vet in zit. En ik doe meestal gewoon, ja, niet heel uitgebreid altijd vet. Ik doe af en toe doe ik een keertje een hele grote, geronde gepoetsbeurt. Maar meestal gebruik ik alleen gewoon vet. En dan doe ik met een sponsje of met een doekje. En heel af en toe heb ik, er zit ook nog iets in waardoor het extra gaat glimmen. Maar dat gebruik ik vaak alleen op mijn joppers en op mijn chaps. En soms op mijn springsingel. Maar ja, dat wordt tijdens het inrijden toch altijd alweer een beetje vies. Dus ik vet het altijd alleen in dat het er gewoon netjes uitziet. Nou, ik ben dus nu aan het invetten. En ik gebruik altijd gewoon leder buffet. Gewoon de normale, die heb ik echt. Deze heb ik volgens mij al echt zo lang. Ik denk van dat ik begon met paardrijden, zoiets heb ik er misschien al. Dus die gaat heel leuk mee. Hij is wel bijna aan zijn einde toe, maar hij doet het nog. En dan gebruik ik dus gewoon een sponsje of een doek. En dan ga ik nu deze kant van het zand doen, want die andere kant heb ik net al gedaan. En wat ik meestal doe bij uitvet is dat ik dus de beugel die er gewoon helemaal afhaal. En mijn beugels zijn vrij vies, de blokjes vooral. Maar ik rijd dus vanavond rijk met andere blokjes. En want voor wedstrijden gebruik ik meestal mijn blauwe blokjes, omdat ik dus ook zo'n blauw dekje heb. En ik heb nu ook een blauwe cap en een donkerblauw jasje. Dus die ga ik nu niet helemaal schoonmaken, maar ik ga het echt nu eerst even het zadel doen. En dan is het meteen mojito, maar ik denk dat het zadel minder lastig gaat worden dan mojito. De single en het zadel zijn nu gedaan en die vind ik persoonlijk altijd het makkelijkste doen. Vooral de single, want die kun je gewoon neerleggen en dat is lekker hard. En nu moet nog het hoofdstel, dan wordt hij gehaald. Hoofdstel vind ik altijd zelf het ergste om te doen, omdat hij helemaal al die kleine draadjes die alle kanten op gaan en dat ligt helemaal niet vast. En de martingaal ga ik dus nu eerst eventjes doen. En bij de martingaal is dat wel heel makkelijk, want dan hoef ik dus maar één kant te doen. Want ik ga dit achterkant vetten kan er niet in, want dat zit toch niet tegen mijn ogen, dus dat ziet toch niemand. Dus ik vet altijd gewoon even de voorkant in. Als je mijn bietjes spikken spannend maken, dat het lekker glimt. Nou, de spullen zijn weer helemaal netjes en die gaan we nu naar de auto toe brengen. Dus laten we snel gaan. Even. Nou, ik leg altijd, probeer mijn zadel altijd om zo vroeg mogelijk in de auto te leggen. Omdat ik het dan niet, als we Mo straks komen ophalen en het is toch een beetje stress, dat ik dan niet iets vergeet ofzo. Dus dat is een handige tip als je op wedstrijd gaat. Probeer om je spullen al eerder klaar te leggen. Want dan hoef je daar niet meer naar om te kijken. Dan hoef je echt alleen maar je pony of paard op te halen. En ik leg mijn zadel altijd op zijn kant. Dus op de voorkant leg ik hem in de auto, zodat hij niet helemaal zo wijd en gestrekt is. Dat hij nog wel een soort van een beetje in vorm blijft, dat niet bladen doet. Dus ik zet hem altijd zeg maar zo rechtop tegen de achterkant. En dan zet ik meestal mijn poetskist zeg maar hier zo tegenaan dat hij niet echt kan omvallen. En ja, mijn hoofdstel probeer ik als ze netjes mogen ergens neer te leggen. En in de achterbak van de auto is niet echt ideaal. Ik hoop ook nog ooit een vrachtwagentje te mogen krijgen. Want dat is toch makkelijker, want dan heb je allemaal zadelsteuntjes en dingetjes. Die kun je allemaal netjes ophalen. Maar ik zet hem dus altijd zo neer. Hier te krijgen, want hij weet dat als ik hem hier neerzet, dat hij dan volwassen gaat worden. En de vorige keer, toen had ik een fotoshoot, de laatste keer dat ik hem hier had gezet. En toen was hij 's ochtends was hij heel schoon, maar dan zou hij 4 uur langer dan de rest op stal moeten zijn. Dus ik had hem toch even naar buiten gaan. En toen had hij gedaan wat hij eigenlijk nooit doet, en dat is rollen. En toen moest ik hem dus vlak voor de fotoshoot helemaal nat spuiten. En gelukkig was die dag heel erg mooi weer, maar hij vindt het allemaal niet zo leuk. Dus het was er even moeite om hem in te krijgen, maar hij staat er weer in. En ik ga vandaag eventjes alleen zijn beentjes doen en hier dit plekje. Maar dat doe ik met een borstel eventjes een beetje proberen. Want zijn benen moeten wel echt heel hard om het nodig gedaan worden. En ik ga hem niet helemaal wassen, want het is daar niet echt het weer voor. Het is ook veel te koud. En ik heb ook een handdoek mee in mijn voetkist, dus ik kan hem zo meteen lekker schoonmaken. Dus laten we beginnen. Thank you.
Nou, ik heb allebei, ik heb zijn linker voorbeen en zijn, zijn rechter voorbeen en zijn rechter achterbeen heb ik nu nat gemaakt. En ik gebruik altijd deze borstel om de zeven in te krijgen, want deze borstel die heeft vrij lange haren en is niet zeg maar, het is geen hele harde borstel, dus kun je mooi zo invrijven. En ik gebruik deze shampoo ervoor, gewoon Epic shampoo, dus laten we doen. En ik heb dus eerst de ene kant vaak en dan de andere kant, zodat niet alle vier zijn benen nat zijn. Mogelijk zo leuk. Dit werkt dus heel goed, dan hoef ik mijn teken en vrienden naar de stuur weer. Nou, het is ook best wel een vieze buik, zie ik nu, maar dat is toch een onderkant van er en de singel gaat daar overheen, dus dat ga ik niet helemaal met water doen. Ik maak zijn hoefje er ook altijd eventjes bij het schoon, zodat hij ook weer mooi glimmert. En dan ga ik nu het eerste been ga ik gelijk uitspoelen, zodat de shampoo eruit kan. Want shampoo is voor een paardenhuid niet ontzettend goed. Daarom is het ook altijd zo belangrijk dat je het goed uitspoelt, dus dat ga ik nu doen. En dan hoop ik dat hij mooi wit is. Hoeft in ieder geval wel, hè? Het beste is om met je hand de shampoo ervan ook uit te drijven. En nou, het eerste been is gedaan en die vind ik redelijk geslaagd. Ik vind het hoek ook heel netjes schoon in. Dus ik ga nu naar de andere benen toe en ik maak zo gewoon mijn mondje zo af. En dan nog eventjes die plek hierboven en dan vind ik het goed. En ik heb hem net eventjes afgedracht. Ik heb niet echt een letterlijke handdoek, maar ik heb er een kussensloop even gepakt die in de schuur lag. Dus die wordt toch niet meer gebruikt. Dus om zijn benen zo een beetje af te kunnen drogen, zodat ze niet heel erg afdrukken. Dus ik ga nu naar zijn andere benen. Hier mag ik niet zoveel dit, deze achtertoon. Ik heb mijn gieter helemaal gewassen en ik ben best wel tevreden met het resultaat. Zijn benen zijn best netjes wit en zijn hoefjes zijn ook mooi schoon. We hebben nog een paar kleine vieze plekjes, maar daar ga ik vanaf met het blok afwitten. En dan hoop ik dat dat goed is, want dat zijn plekken waar ik hem niet helemaal nat wilde spuiten. Hij vond het weer enig leuk. Nee, denk ik helemaal niet. Maar ik ga hem nu op stal zetten en dan kan hij eventjes eten. En dan ga ik ook naar huis om te eten en daar nog wat spulletjes te pakken. En dan komen we daarna mijn gieter weer ophalen. En dan gaan we naar de wedstrijd toe. Nou, Margita is er helemaal klaar voor. Nu moet ik mezelf zo meteen nog klaar gaan maken. Maar Margita die staat nu lekker op stal. Ik heb hem eventjes wat eerder op stal gezet dan de andere paarden. Zodat hij ook eventjes kan eten. Ik heb hem ook al krachtvoer gegeven. Omdat we dus over iets meer dan een uurtje terug zijn. En de andere paarden die krijgen pas over een uur zeg maar eten. Het krachtvoer in ieder geval. Het kelvoer krijgt ze al wel snel. Maar ik heb hem dus eventjes alvast op stal gezet. Zodat hij kan gaan eten. En dat was dus de video ook vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mij heb voorbereid op het Wilde Varken. En hou mijn kanaal goed in de gaten, want binnenkort komt de wedstrijd het Wilde Varken online. Dus hoe het is gegaan met rijden. En ik heb in ieder geval heel erg veel zin in vanavond. Dus hou mijn kanaal goed in de gaten en doe even een duimpje omhoog als jullie deze video leuk vonden. En wil jij nou mijn vorige video zien waarin ik het Child en Teen doe, check dan even deze video. Of wil jij nou nog veel meer video's zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!